U kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er is een koufront gepasseerd, daarachter breekt de lucht, dan volgen de buien en het wordt een ontstuimige boel. We hebben te maken met een diepe depressie ten noorden van ons land. En dat levert in het Waddengebied een heuse storm op met windkracht 9. En verder moeten we in de loop van de ochtend al gaan oppassen voor eh, zware tot zeer zware windstoten die bij buien voor kunnen komen. Die buien hebben we vanmiddag ook, daar neemt de kans op hagel geleidelijk toe. En misschien ook wel een klap onweer daarbij. En vooral dus die zware tot zeer zware windstoten in het Waddengebied tot 120 km per uur. En, eh, dat is code oranje waardig. Ook vanavond nog steeds buien met kans op hagel, hier en daar onweer erbij, tussendoor wat opklaringen, temperatuur daalt naar een graad of 5. En morgen worden de buien steeds meer winters van karakter. Er kan hagel en natte sneeuw bij zitten. De onweerskansen blijven vooral in de noordelijke helft van het land. Buiten de buien om met wat zon, morgen 8 graden, maar in buien slechts een graad of 4. Vanaf donderdag wordt het wat rustiger met de wind. Er zijn nog wel buien, ook vrijdag en zaterdag met tussendoor af en toe wat zon. Temperaturen laag voor de tijd van het jaar, maximaal een graad of 8. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.